verbouwingen. Oh, madame Kleffis. Grijze haren. Grijze haren kreeg ik van die aannemer. Ah, ja. Dames, ga eens even aan de kant. We komen met materiaal doen. Oh. Ja. Wat is dat? Kom, dan, man? Kom, hier. Waar gaan ze met die... Die lange buis naar toe? Kou, dat is de man aan de kant. Ze beginnen ze daarmee rond te zwaaien en dan gaan we dan aan het zwedelen. Ja, wacht, ik ja, lukt het, jongen? Ik kan er al achter me aan uit, hè, wat ze hier allemaal uitvoeren. Rustig. Lukt het, Eddie? Ja, oeh, wat een buis. Pas op. Vooruit, maar, kom. Oh, dat was het. Sorry voor het schoot, ja. Ja, ik ga er meteen achteraan, hè. Ja, maar ik wil dit kleedje passen. Oh. Ja, maar doe dat ineens. Ik voel de ogen op mijn gericht. Wat is er gedaan? Ja, hallo. Je weet toch dat we hier aan het werk zijn? Klop ik vervolg voor je binnenkomt. En dan roep ik, bezet. En dan weet hij dat wij hier zijn. Oh, nu moeten we snel zijn. We gaan sluiten. Ja, maar nu al. Ja, de aannemer heeft de gasleiding op de waterleiding aangesloten. Ja, maar ik weet niet of ik hier wel mee sta. Ja, het staat er grandioos. Ja, maar ik kan toch zo in dat kleedje niet naar huis? Ik zal uw spullen hier wel insteken, maar we moeten doordoen. De winkel kan er elk ogenblik. En hoe moet dat met betalen? Ik weet niet of ik genoeg geld bij me heb. Nee, dat had u niet. Maar weet je, ik regel de betaling hier mee en ik stuur ze per post terug. Oh ja. Allee, vaarwel. Red u zelf. Daag. En mevrouw Panis? Panis? Oh, van waar ken ik die naam? Hallo, met de kledingzaak, Mertlik. Alhoewel dat dan nog altijd niet te zien is, omdat de aannemer de lichtreclame nog steeds niet heeft aangesloten. Ah! Oh, excuseert me dan, Pagnani. Oh, ja, ik verschrok me. Gaat het wat beter, madame? Het zal pas beter gaan als ik u kan terugstaan! Madame Jean, wat gaat u doen? Ah! Oh! Madame Jean! De baas zegt dat ik voorop het verdien en daar eindelijk een bezoeker. Maar is die nu nog niet terug? Hij antwoordt niet als wij hem roepen. Oh, maar die ligt ergens te slapen. Ik zal hem eens gaan wakker schreeuwen. Nee, de baas wil dat ik boven overal op de vloer ga kloppen. Waarom? Ja. Allee, madame, dat begrijp ik niet. Nu willen wij werken en nu mogen we niet werken. Tot nu toe heb je alleen nog maar afgebroken. Begin dus een keer iets op te bouwen, hè? Dat is Eddie. Wat, ze vermoorden hem? Dan, iemand doet het in mijn plaats. Alsjeblieft, madame. Ik doe het niet. Daar heb je een punt, hè? Ze zouden eens in de gang kunnen schieten. Weet je, ik zal zelf wel gaan. Hallo. Ik kom! Maar dat ze geen vinger naar mij durven uitsteken, hè? Kom. Het stoel! Maar ziet er niemand dat hij aan een stoel toe is? Ja, zonder stoel kan die jongen niet zitten, hè? Ben jij eens een stoel? Want Eddie van Teddy en Freddy, die is er nog erger aan toe dan anders. Dat kan je altijd rekenen. Sst, stil! Hij gaat wat zeggen! Waar? Wil je weten waar je bent? Nee, waar? Wil je weer een beetje water? Nee, waar? Wel, een zieke waar. Nee, waar ben ik? Ah, je wilt toch weten waar je bent? Ja. Oh, hemel. Ik zei nog, voor wat staat je daar zo stom te staan? En wat zei die dan? Niks, je viel meteen aan. Nee, jongen, hij viel op je. Je viel mij aan, zei ik u. Maar er, is dat karate? Pak je zo met zijn arm. Ik wil hem over mijn rug gooien. Met dat pakte ik zo met mijn kiel. Zo, en we worstelen. Door heel de wagens heen. In de pikkendokers. Oh, ik zit slechts de tegenstanders, hè. Waarmee hij op leven en dood heeft gestreden. En verloren. Heb ik die zo toegetakeld?
zijn armen en zijn benen afgerukt. Je hebt me de paspop gevochten, jongen. Kom, jij gaat eruit. Luigi, wat doet je met die vrouw in uw armen? Laat haar onmiddellijk los. Wat gebeurt er? Die vrouwen die zijn iets gaan zoeken om hem te slaan. Wat zouden ze daarvoor kunnen gebruiken? Een soppige op nu weten. Baas, zou ik je helpen zoeken? Zou gaan, ja. Hier, staan! Dat zit aan! Hier, blijf staan! Want... Ga jij dan terug met die van u en help me daarna met die van mij? Oh. Hè? Jongens, help eens even. Ja, ik achter een naaimachine wil zetten en vlees naar elkaar te plaatsen. Dat is mevrouw van Sprang, precies. Alles in orde, mevrouw van Sprang. Alles is oké. Rustig, rustig, bedankt. Rustig. Ademhalen, ademhalen. Rustig. Nu ga ik mijn hand wegnemen, waar je al de hele tijd al ligt te bijten. En niet filmen, alstublieft. Goed? Dat is flink. Hier, uw jasje en dat kleedje krijg je en uw handtas. Zo, alstublieft. Dank u! Mio bella amore. Blijf is het klaar. Jawel, jawel. Dat is het. Kijk, kijk. Ti amo. Ti amo. Goed zo, ze weer. Ja. Ja, jawel, jawel. Kom hier achter. Kom eruit. Kom eruit. Waar is ze? Maar dat heeft niks mee te maken! Valk! Valk! Ik heb wel een schoon kleed aan, hè? Durf niet naar mij te kijken! Maak dat je wegkomt! Mama! Ik wil een ander kleed en ik wil mijn geld terug! Daar ben ik! Wat een natuurkleedje geworden is dat jij mij verkocht hebt! Ik heb dat nog gemaakt.
Kruiden. Nu moet jij niet grof gaan doen, hè. Of ik haal mijn schoffel. Maak je niet. Tik, straks barst je kleed nog. Dames, rustig blijven. Oh, Balsen met Nicky. Oh, echt waar? Oh, oh. Oh, ik dacht dat ik er wat hoor. Och, dat is het werkvolk van de aannemer. Volgens mij zijn er mensen in die oude pashokjes. Wil dat zeggen dat onze kleedjes valse metnikkleding is? Helaas, dames. Ja, en het is omdat Leo en ik daarachter zijn gekomen dat madame Jeanne ontslagen is. Oh, wie zou dat ooit achter Jeanne gezocht hebben? Oh. Waren mijn kleedjes al zo mooi? Mooie kleedjes waren het, ja. Heel de straat was zo jaloers op het mijne. Ik weet het niet. Dan moet ik gewoon nieuwe mensen gaan zoeken. Voor de winkel? Dat heb ik wel zin in. Oh, dat heb ik al altijd willen doen. Maar ik was de eerste. Nee!